Kazijnschutting rond de bubbel. Huwelijk in Albertijn. En 30 jaar kindervakantieweek De Beuk. De schutting rond de bouwput van de bubbel op het 18 septemberplein is sinds vandaag officieel een designjasje. En dat werd natuurlijk door designwethouder Marianne Schreurs onthuld met bubbels. Nou, daar moet op gedronken worden, mensen. Kijk. Het werk is van kunstenaar Veronique Hogervorst en ze heeft Facebook voor haar ontwerpen gebruikt. Als ik op Facebook kijk, daar zie ik dus ook de meeste mensen die zijn op reis en die zetten hun beelden open en bloot op Facebook. En dat idee vond ik zelf erg intrigerend. Dat idee van mensen die uit spontaniteit zetten ze beelden op internet, maar wat gaan mensen daarmee doen? Dus dat was voor mij ook een thema als het ware. En dan komt er een kunstenaar en die gaat hun naschetsen. En dan komt het hier open en bloot op het schutting te hangen. Heb je ze het gevraagd? Nee, ik heb ze niet gevraagd. Dat hoorde er ook bij, vond ik. Dus ik ben benieuwd of iemand zichzelf herkent. Het kunstwerk is een verwijzing naar de winkel die straks in de bubbel komt. America Today. En in de schutting zijn verder kijkgaten aangebracht, zodat het winkelend publiek de bouw kan volgen. Voordat je natuurlijk je gedachten hebt gevormd en iemand hebt gevonden die dus niet alleen puur commercieel denkt, maar ook kunstzinnig vanuit deze stad, vanuit deze plek, de designstad van Eindhoven. De designstad die Eindhoven is van Nederland, de mooiste binnenstad, wilden wij iets anders dan simpelweg commercie. Dus daarom hebben we natuurlijk gezocht en we zijn in contact gekomen, gelukkig met Veronique Hogervorst. America Today heeft het ontwerp omarmd, het kunstwerk moet ik zeggen. En dat heeft enige tijd nodig en daarom ben je natuurlijk wel eens geïrriteerd door allerlei mensen die dan twitteren, overheidsdienaren, van wat is die schutting toch lelijk. Ja, ik kan het niet helpen als onverlaten er allerlei dingen op plakken. Volgens de bedenker van de bubbel gaat het gebouw, zijn grotere variant, de blob, zelfs overtreffen. Bubbel is dynamiek, is rond, is dynamisch, is precies 360 graden, is van heel hoogwaardige materialen, geen PVC, alleen aluminium. Jullie zijn niet het kleinere broertje of zusje van de blob? Nou, hun zijn de misgegroeide grootgewording van hoe het echt had moeten worden. America Today krijgt in de bubbel 3 verdiepingen tot zijn beschikking. De oppervlakte is ongeveer 600 vierkante meter. En in januari moet de bubbel helemaal klaar zijn.